Welkom bij een andere aflevering van Serenatori. In deze aflevering praten we met apostel Steven Rijmen, de voorzitter van Alternatief 2020. En Alternatief 20 is van mening dat uh, een technisch kabinet besleuteld is naar succes. Volgens A20-voorzitter Steven Rijmen moet de volgende regering zich inzetten voor het nationaal belang, vrij van politieke loyaliteiten. Dat komt volgens A20 de transparantie ten goede en zal helpen het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. Apostel Rijmen, welkom in het programma. Dankjewel. Kunt u uitleggen wat houdt een technisch kabinet in? Een technisch kabinet is een kabinet waarbij wij van uitgaan dat je de right person op de right place zegt. Dus dat betekent dat je voor het kiezen van een persoon, een deskundige op een ministerie, dat de persoon moet voldoen aan een bepaalde profielschets en aan bepaalde criteria. Ik noem maar een paar, een paar voorbeelden waarbij één de persoon bekwaam moet zijn. De persoon moet betrouwbaar zijn en de persoon moet betrokken zijn. Dat betekent dat de persoon in feite bekwaam moet praten over de competenties die de persoon heeft. Bij betrouwbaarheid praten we over integriteit en transparantie. Als je dat zou gaan natrekken van de persoon en bij betrokken is dat de persoon al... ...in die discipline werkzaam is en ook al weet hoe dingen te doen. Verder kan je ook zeggen dat de persoon managerskwaliteiten moet hebben... ...want iemand die een ministerie gaat draaien kan niet iemand zijn die nooit managementwerk gedaan heeft. Dus hij moet een beetje ervaring hebben op managementgebied. En wat wij ook heel belangrijk vinden in de criteria... ...dat de persoon een aantal leiderschapkwaliteiten moet hebben... En met name dat de persoon bijvoorbeeld emotioneel intelligent moet zijn. Dat betekent dat je in staat moet kunnen zijn om intermenselijke contacten te hebben, of te op te bouwen, of met mensen weten te om te gaan. Dus wanneer we praten over een technisch kabinet, praten we over the right person on the right place. En dat is heel belangrijk. Wat we gezien hebben in de afgelopen tijd, is dat de politieke partijen vaak genoeg mensen zeggen vanuit hun midden. En niet altijd zijn de mensen bekwaam. Niet altijd zijn de mensen, hebben de mensen de competentie, zijn ze in staat om, het, om die job te doen. Maar misschien omdat de persoon familielid is, loyalist van de partij, dan is hij een minister of krijgt zij het werk als minister. Dat willen we niet meer hebben. Dus in een technisch kabinet praat je over simpel technocraten. Mensen met werk ervaren, mensen die weten waarover ze praten, die zitten in het kabinet. En wie zal de president, de vicepresident vice en de ministers voordragen in zo'n kabinet? Kijk, in zo'n kabinet, de, de president wordt voorgedragen door het parlement, omdat we een parlementair stelsel hebben. En in het parlementstelsel wordt de president gekozen door het parlement. Bij, uh, 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 hoe noemde je dat, uh, meerderheid. Dus twee derde meerderheid. Dus, uh, uh, Wat ministers betreft, zijn wij uh, ervan overtuigd als A20, dat je die ministers kan voordragen of die ministers mogen solliciteren om te zitten in het technisch kabinet. Maar je gaat dan ook van tevoren zo die functie van die minister, de taak omschrijven, de functiebeschrijving van die minister moeten hebben. Dus wij zijn al bezig binnen A20 om van elk ministerie een soort... Functiebeschrijving te hebben. En ook van die minister. Wat we verwachten van die minister. Voldoet hij aan de profielscherm? Voldoet hij aan de criteria? Uh, alvorens hij kan zitten in het kabinet. Het is de president die ministers benoemt. En het is ook de politiek die ervoor moet zorgen. dat wanneer zo iemand is uh, uh, voorgedragen. dat zo'n persoon door de, uh, door de president wordt benoemd. Maar wat belangrijk is, wij geven. Aan Dat voor ons, in onze perceptie, in onze ideologie, de beste manier om Suriname te draaien, in deze periode absoluut, is dat je dat moet doen met bekwame, competente mensen. En dat moet je doen vanuit een, technische, uh, vanuit een technisch kabinet, of beter gezegd, een technische visie. Want kijk, je moet een land zien als een bedrijf. Uh, in de corporate world zie je niet dat men gewoon mensen neemt en maakt tot managers en CEO. Nee, de mensen zijn. Neem de best of the best. En wij van A20 zeggen: in een technisch kabinet moet je gewoon de beste Surinamers zetten. En we weten en begrijpen dat misschien niet alle ministeries dat soort mensen zullen hebben. Het grootste gedeelte moet dat wel hebben. Waardoor je gegarandeerd bent, niet alleen als uh, politieke partijen, maar ook als samenleving, dat de mensen die, daar zet, die je daar zet in staat zijn om de job te doen. Wat we nu hebben. Is dat men mensen zelf... en ze worden bijna gedecevolueerd. En dus krijgen bijna een, een perfect van alle geschiktheid, omdat de, de president in deze regering ook in de regering, alles naar zich toe trekt. En waardoor je ziet dat er zoveel commissies ontstaan die eigenlijk het werk van die minister moeten doen. Maar wij zeggen, wanneer je in een technisch kabinet de right person on the right place hebt, dan heb je een persoon waarvan we weten die een caliber, kaliber... kbsa emotionele intelligentie, hij weet waarover hij praat. Hij of zij weet waarover hij praat. En hoe zal zo'n kabinet vrij zijn van uh, politieke loyaliteit waarover u het had? Welk kabinet je ook hebt, al is het een technisch kabinet, al is wat men noemt ook een zakenkabinet, zal nooit vrij zijn van de politiek, omdat de politiek uh, eigenlijk besluit toch het besluit neemt aan het einde. Wie daar gaat zitten. Maar als de politieke wil aanwezig is. Daarom heb ik ook gezegd: je zou niet alle ministeries misschien kunnen maken. Maar er zijn wel genoeg strategische ministeries. waarbij je kan zeggen: nee, daar moeten we iemand hebben. die in staat is om dat te doen. En niet alleen. Bij ministeries ook bijvoorbeeld, wij hebben het ook, de DC, de Stets die nu wordt het benoemd. Wij zouden liever over willen gaan naar gekozen. Die moet ook iemand zijn die afval doet eigenlijk aan een profielschets. En in de wet staat er zelf geschreven dat een DC een juridische achtergrond moet hebben. Zo ver kan je gaan, maar... Het zijn dingen, het is een nieuwe denkwijze die wij willen introduceren. Want iemand die zit in een technisch kabinet kan je ook dwingen om een, of vragen, je, je dwingt het niet, maar je kan de afspraak met de persoon vragen dat de persoon een integriteitscode of een, een verklaring invult en uh, daar aangeeft een aantal dingen die hij niet zal doen. En begrijp je, en hij, als hij dat aangeeft, dan weet je dat je dat, iemand heeft ons... Nog een sterker uh, uh, um, um, uh, juridische manier gegeven. Als je dat zet bij de notaris, dan kan je daarmee al, altijd zeggen. Maar dit heb je verklaard notarieel, dus we kunnen dit tegen jou gebruiken, begrijp je? Maar dat zijn concepten, modellen waarover nog gediscussieerd moet worden. Maar belangrijk is: de gedachtegang is dat je de juiste persoon op de juiste plaats is. Dat is de gedachtegang van een technisch kabinet. En als we kijken of luisteren naar de samenleving, merken we dat er steeds minder vertrouwen is in de overheid. Hoe zal dit kabinet het vertrouwen van de burger weer winnen? Omdat zo'n kabinet zijn de mensen die. Kijk, nu wat er gebeurt, laat me het anders zeggen. Wat er nu gebeurt is dat in een binnenkamer een minister wordt benoemd of wordt voorgedragen. Dus je weet niet wie de mensen zijn die eigenlijk gevraagd en gepolst zijn. Maar in ons concept van denken, in ons model, is het dat mensen mogen solliciteren. Uh, en mensen voorgedragen mogen worden. En dat je via een, een integriteitscommissie, een commissie, dan de beste een assessment laat doen. En de beste persoon. Dus je kan morgen zeggen, we hebben vier mensen. Deze vier mensen waren, hadden gesolliciteerd en daaruit uit die groep is gekomen. En dan kan men dat meten. Men kan checken en zeggen, oké. Okay, John is gevraagd, Prim is gevraagd, Shirley is gevraagd. Ik doe mijn namen, begrijp je? En iedereen kent deze drie mensen en daaruit is wat we zeggen Shirley als beste buiten gekomen. Begrijp je? Want het is belangrijk voor ons in deze tijd om, gezien ook de tijd waarin we nu gaan, de grote ontwikkelingen die komen, dat je de juiste mensen zet op de juiste plaats. Welke voorbeelden zijn er van andere landen uh, waar uh, dit wel werkt? Als je het nu volgt wat er gebeurt, de mensen die Trump voordraagt. En hun systeem is dat die mensen gaan voor een hearingscommissie. Begrijp je? Als je wordt voorgedragen als ministerskandidaat, dan ga je door een hearingscommissie. Er worden een aantal vragen gesteld, heel wat dingen. Men kijkt naar goed gedrag, men kijkt naar dingen. En als je het goed gevolgd hebt, bijvoorbeeld de minister. Die voorgedragen van justitie nu op dit moment bij Trump. Veel mensen zeggen waarschijnlijk gaat hij niet door die herings kunnen gaan. Omdat hij een aantal dingen wat betreft ethiek niet goed heeft gedaan in het verleden. Dus het komt erop neer simpel. Verteld naar de Surinamer dat wanneer zo iemand wordt voorgedragen. Dat die persoon komt voor een groep mensen. We noemen dat een, een integriteitscommissie. Hij gaat door de mensen gevraagd worden, een aantal mensen en dezelfde persoon die er doorheen gaat men toch een aantal dingen vragen om te kijken als de persoon in staat is om zo'n ministerie te draaien. Het is een nieuw model, maar het is niet iets dat nieuw is, het in de wereld wordt het vaak gedaan. Kijk, hier in Suriname. De voorzitter van een partij of een groep mensen binnen zijn bepaalde. Je hoort gewoon: oké, okay, zo iemand. Maar als je gaat kijken naar de track record, we gaan geen personen bespreken. Maar je hoort van de ministers die we nu hebben, zijn niet bekwaam, hebben misschien niet eens een HBO-niveau. Begrijp je? Kunnen alleen. Gestuurd worden vanuit het kabinet van de president of door beleidsadviseurs. Maar ze zijn niet in staat. Ze hebben ook geen achtergrond van managementwerk, geen achtergrond van leiderschap, kwaliteiten waar ze geïnspireerd hebben, waar ze een trekrekend hebben. Ze hebben dat niet. Ik denk dat je maar net een paar kan noemen die waarvan je zegt: oké, okay, we weten wat ze trekrekend is. A20, zoals we weten, is in samenwerking met Doe en gaan samen de verkiezingen in van 25 mei dus 2025. Is Doe ook ja, voorstander van een recht? Ik dacht dat Doe in zijn verkiezingsprogramma van vorig jaar het ook al had over een technisch kabinet. En uh, we zijn gelijkgezind op vele punten. En ook denk ik op dit punt was er geen probleem dat wij vanaf het begin hebben gezegd dat wij gaan voor een technisch kabinet. Mensen kunnen het anders vertalen, maar dat zeg ik. Het is simpel gezegd. Instrumenten, een juiste smaak, dat is juiste presie. Je hebt dus niet gewoon dat iemand die je waste te gisteren en plotseling horen dat je, je bent directeur geworden. Of is dat ook? Je hebt een motto, maar plotseling omdat je een zoon kan devoelen of een fractievoorzitter dat plotseling tot minister. Dat gaat niet meer werken. In ons concept werkt dat niet. Je moet een trekrekord hebben. We moeten weten wat heb je gepresteerd in het verleden. Ben je betrokken geweest op het ministerie? Ben je bekwaam en ben je betrouwbaar? En wat zijn de belangrijkste punten van uh, A2 en Doe uh, in het verkiezingsprogramma? Kijk, we zijn bezig met een aantal uitgangspunten. En we zijn eigenlijk bezig in bestuursverband. In commissieverband hebben we al een aantal uitgangspunten. Maar in op in eigen bestuur moeten we dat even kijken, en dan komen we weer in een grote groep. Van. En ik denk dat je zeker kan denken dat er een aantal zullen komen, niet te veel. Ik denk tussen 3 en 5, het kan ook 3 zijn, of het kan ook 4 zijn, maar het is een 3 en 5. Als ik praat niet namens toe, maar iedereen weet dat doe, altijd praat over no corruption. altijd praat over uh, dienstbaar leiderschap. Ik denk dat in die richting moet je kijken dat de uitgangspunten zullen zijn. Dat ja, zijn algemene uitgangspunten als volks, goed, goede volksgezondheid, veiligheid, volkshuisvesting, begreep je onderwijs, infrastructuur. Maar wij zullen met kernwoorden komen. ...van vier tot vijf kernwoorden die eigenlijk alles uitbeelden wat wij willen hebben. En dat, daarover is die discussie nog gaande. En als je praat bijvoorbeeld over uh, no-corruptie... ...dat betekent dat je dan de randvoorwaarden gaat creëren... ...dat er geen corruptieve handelingen uh, zullen plaatsvinden in de regering... ...of je gaat proberen te minimaliseren. En een van de manieren hoe je dat zou kunnen doen is er erop... Te, erop toe te zien dat de wetten worden nageleefd. Kijk, in Suriname worden de wetten weer gemaakt. Maar er is niet genoeg toezicht op het uitvoeren van de wetten. Dus dat is een van de manieren. Je moet ervoor zorgen dat je sterke instituten hebt. Dat uh, bijvoorbeeld de rekenkamer, statistisch bureau hun werk doen naar behoren. En bemand en bemens worden op zo'n manier. Dat ze in staat zijn om die bevolking uh, op de hoogte te houden. Wat er allemaal gebeurt. Dus uh, bijvoorbeeld in het verleden kan ik me nog herinneren. Uh, dat uh, uh, ik dacht de rekenkamer. Gewoon gepubliceerd had. En hoeveel bijvoorbeeld. een ex-minister. aan telefoonkosten had gebruikt. Begrijp je? Iedereen schrok van het getal toen. Begrijp je? Dat de man zoveel staatsgelden. en onze belasting heeft. om te bellen naar Nederland. Dus dat soort dingen zie je niet meer. We weten niet eens hoeveel nu de ministers gebruiken. Onkant. Ik bedoel minimaal misschien 10.000, 5.000, noem maar wat. Een minister wordt veel gebeld, moet veel bellen, ook privé. Maar je kan niet uh, mannelijks 1 miljoen uh, of per man bellen. Maar dat is gebeurd in het Maar die dingen werden gepubliceerd. Dus wat we nu hebben, is dat we merken dat uh, regeringen komen en regeringen gaan. Maar die, die verantwoordelijkheid leggen ze niet af aan de bevolking. Waarom? Omdat ze ervoor gezorgd hebben dat die instituten verzwakt zijn, die in feite die regeringen kan challengen. Dus dat gebeurt niet. Dus zien we zien wel dat via social media of de media dat men bijvoorbeeld aangeeft waarom reist die president zoveel en wat is het inhoudelijke dat Terugkomt? Wat wordt uh, verantwoord aan de bevolking? Wat hebben we bereikt met uh, zoveel reizen de afgelopen tijd? En dat is niet alleen voor deze president, maar dat is ook voor de vorige. Dus je ziet regeringen doen wat ze willen, maar ze leggen geen verantwoordelijkheid af aan het volk. Ook niet in het parlement. In het parlement zie je dat de de, de meeste parlementariërs meer een verlengstuk zijn van de coalitie. En dat systeem moeten we doorbreken. En een van de manieren die het kan doorbreken, is door ervoor te zorgen dat je de right person on the right place hebt. En we vernemen dat er ook gesprekken gaande zijn met de BEP. Um, in hoeverre zijn die gesprekken gevorderd? Uh, maar we zijn niet tot een besluit gekomen. We zijn al afgesproken. misschien na de verkiezingen weer. En hoe bereidt een A20 zich voor op de verkiezingen van mei 2025? Nou, kijk, je bent bezig intern nog steeds zaken te versterken. Dus uh, wij zijn nog steeds bezig met kernen en dat soort dingen. We hebben vorige week een kern gedaan in Saramaka, een in uh, Marowene. En deze zaterdag ben ik in de Keri. Dus uh, we zijn nog steeds bezig. Dus uh, elkaar uh, ervoor te zorgen dat intern uh, de zaken versterkt worden. En dat je de kernen hebt uh, op verschillende plaatsen in de, Surina in de Republiek Suriname. Ja, en tenslotte, zijn er mogelijke of potentiële partijen waarmee A20 samen zou kunnen werken? Ja, kijk, nu bijvoorbeeld uh, zijn we bezig nog te praten met één partij. Uh, de kans is groot dat het doorgaat. Maar ik denk niet dat je nog hier nu richt zes maanden voor de verkiezingen. Het is altijd open. Mensen kunnen altijd en uh, dan moeten ze gewoon aansluiten aan... Want... Aan wat je al hebt. Want wanneer je samenwerking hebt, dan moet je met elkaar gaan brainstormen. Wat is het gezamenlijke regeerprogramma dat je hebt? Wat is je verkiezingsprogramma? En dat neemt toch uh, heel veel tijd in beslag. Dus het is niet zo makkelijk zo. Kijk, wanneer je gewoon gaat in een partij, een grote partij bijvoorbeeld. Of een partij die al alles had klaargemaakt. En jij gaat je aanmelden. Dan volg je gewoon dat. Wanneer je de partij bent, dan wil je toch uh, goede discussies hebben. Over de dingen die je wilt doen. En uh, ook al bijvoorbeeld, zit ik hier als voorzitter van A20 en ik praat namens A20. Maar wanneer je een combinatie hebt, dan praat je. ondanks de mensen identiteit hebben en behouden. maar je praat dan over een combinatie. En uh, dat is iets heel anders dan praten over je eigen partij. Zo heeft u het gehoord van Apostel Steven Rijmen, de voorzitter van Alternatief 2020. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.